Dames en heren, ik denk dat ik op deze bijzondere dag niet de enige ben die de ingebruikname van dit Vlaams parlementsgebouw als een historisch moment ervaart. Samen met de eerste rechtstreekse verkiezing van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en de naamwijziging van Vlaamse Raad in Vlaams parlement staat de ingebruikname van dit Vlaams parlementsgebouw symbool voor de nieuwe fase in het bestaan van ons nog jonge parlement. Dames en heren, wie een nieuw huis bouwt of een oud huis verbouwt, verraadt daarmee veel over zichzelf. Met het Vlaams parlementsgebouw is het niet anders. De architectuur van dit gebouw is een intentieverklaring op zichzelf. De glazen koepel moet een symbool worden van de openheid en de transparantie van de Vlaamse politiek. Dit nieuwe parlementsgebouw kan en moet een aanzet zijn om met een schone lei te beginnen, op een andere manier aan politiek te doen. Wie verhuist, neemt meestal alleen de goede in boedel mee. Met onze verhuizing is het in zekere zin ook zo. Een aantal ouderwetse gewoonten uit het verleden laten we best achterwege. We zijn een jong parlement dat nog niet vastgeroet zit in tradities. We hebben daardoor ook de kans om te experimenteren en nieuwe wegen te bewandelen. Laten we die kans grijpen met beide handen. Laten we van dit glazen huis een broeikas maken waar een nieuwe politieke cultuur kan gedijen. De verwachtingen zijn hooggespannen, laten wij ze niet beschamen.